Deze keer ga ik in deze video wat vertellen over kleding op maat voor vrouwen. De mannen die kunnen hier terecht en die zeggen: Van ja, ik wil een mooi pak, een shirt, een trui of een broek. Weet je, dus dat is al heel makkelijk en veel mannen weten hun weg te vinden hier naar de winkel om dan kleding op maat te maken. Maar er zijn ook vrouwen die zeggen: Van ja, ik wil ook graag wat op maat hebben. Hier bij Harvey kun je je pak. Je shirt of je blouse. Vrouwen dragen een blouse en mannen dragen een shirt. Vesten, al je netwerk, al je breisels. Kun je op maat laten maken. Ik ga nu even wat dingen laten zien. Ik heb hier paspakken. Dus ook als vrouw zijnde kun je hier komen. En dan gaan we kijken wat voor maat broek heb je. Nou, ik heb een hele kleine maat. De kleinste maat die ik heb is maat 42. Dus confectie maat 42 is een hele smalle leest. Met een smalle schouder. En op het moment dat je dit aan hebt, dan kijken we naar de schouderbreedte. En de rest bepalen we later. Dus als een vrouw een volle boezem heeft, maken we de borst borstwijdte. En de taille kan weer smaller gemaakt worden. Wat is nou ook een beetje het verschil tussen een mannenlichaam en een vrouwenlichaam? Dat veel mannen zijn breed van voren. En die hebben heel vaak een maat kleiner qua broek. Bij vrouwen is het vaak andersom. Vrouwen hebben vaak een smallere schouder en die hebben vaak een maatje groter nodig in verband met de heupen. Dus bij vrouwen hebben we vaak een broek maat groter dan het jasje. Dus op het moment dat je zegt van nou, ik heb de maat bepaald, ik kijk naar de mouwlengte, naar de broeklengte. Ook dames kunnen kiezen, wil je een rits in de gulp of wil je knopen in de gulp. Je kunt ook drie delen, dus je kunt ook als vrouw zijn een mooi giletje op maat laten maken. En daar hebben we heel veel verschillende modellen van. Dan gaan we kijken, wat is een leuke stof? Nou, ik heb allemaal leuke stoffen voor deze zomer. En dan heb je uh, keuze uit linnen. Je kunt kiezen uit katoen. Nou, deze foto's dat is alleen maar voor mannen. Maar dit geldt natuurlijk ook voor vrouwen. Dus als je als vrouw zijnde zegt, ik wil een heel mooi rood pak. Een geel pak of kobaltblauw, dat kan het ook. Dit zijn dan katoen en linnen stoffen. Maar je hebt hier ook stoffen. Die je kunt gebruiken met een leuke Engelse ruit, een Prins de Gal of een mooie Pied de Poel, uh, groen met rood of, of noem maar op. Dus er zijn duizenden stoffen waar je uit kunt kiezen van verschillende Italiaanse weverijen. Dus op het moment dat je hier wordt opgemeten, worden, gaan we bepalen wat is de maat is. We kiezen een stof uit. We gaan ook kijken wat is een leuke voering is en wat zijn leuke knopen. Nou we hebben hier allemaal verschillende knopen. dus Je kunt bijvoorbeeld zeggen ik zie een heel mooi bruin streepjespak, en dan kunnen we heel mooi een bruine knoop bij zetten. Dan gaan we kijken wat is een leuke voering. Je kunt kiezen uit uh, een pak met of zonder voering. Nou en dan zeg je van ik wil graag een, uh, een bruin pak met een streepje en die kun je krijgen in Twee- of driedelig. En dan kun je zeggen, nou ik wil daar graag een hele mooie uh, camel voering bij. Nou, en dat past heel mooi. Als je daarvan het rugpand van het giletje, kunt dus in deze kleur krijgen. Maar je kunt ook zeggen, ik wil graag de binnenkant van het jasje weer in een andere kleurvoering. Dus dat kan ook. Dus het pak hebben we dan bepaald. We hebben de stof uitgezocht. De knoop, de voering. Alles is compleet. We kunnen jouw naam. Ook aan de binnenkant uh, laten borduren. En dan 4 à 5 weken later komt het binnen en dan is het een kwestie van passen. We gaan even kijken hoe alles zit. Soms moeten we dingen fine-tunen, de lengte van de broek. Of dat je graag de broek achteraf wat strakker wil of wat wijder. Het kan ook zijn dat het lichaam wat veranderd is. Uh, we kunnen allemaal de dingen nog aanpassen. En dan die notities van de veranderingen, die noteer ik ook op de ordeformulier zodat je dan de volgende keer direct die aanpassingen meegenomen hebt bij het plaatsen van een nieuwe orde. Wat ook kan is een blouse op maat. Als vrouw zijnde, kun je zeggen, Goh, als ik naar een winkel ga zijn de mouw vaak te kort. Of het zit bij de borst te strak of te wijd. En niet dat, dat het blouseje helemaal goed in verhouding is gemaakt. En dan kun je een, uh, krijg je voor mij een pasblouse aan. Deze. Uh, is aan de recht onderkant recht afgesneden, maar we kunnen heel veel verschillende pasvormen aanpassen. Deze heeft enkele machet, maar als vrouw zijn is het ook heel mooi als je machetknopen gaat dragen. Dus we kunnen ook een overhemd of een blouseje dus voor op maat laten maken met dubbele machet. Dan gaan we kijken wat is een leuke stof. Nou, we hebben echt dozen vol met stoffen, maar dit is even een, een snelle samenstelling van stoffen. We hebben eh, verschillende kleuren. Nou, daar kun je uit kiezen. En dan gaan we kijken wat voor maat je nodig hebt. Nou, we gaan kijken bij de boord. We gaan naar de schouder, borst, taille, de mouwlengte, de mouwwijte. We gaan de goed bepalen. En dan ook vier weken later, dat is de leeftijd, gaan we kijken wat is dan eh, uiteindelijk het resultaat geworden. Nou, blouse is vaak wat makkelijker. Dus die. Zijn vaak dusdanig gemaakt dat je die in één keer mee naar huis kunt nemen. Dan gaan we over naar breisels. Alle netwer maken wij op maat. Ik laat zien: uh, onze grote favoriet is een lang vest, dubbeldraad. Die heb ik hier in een toopkleur, maar die heb ik ook in het zwart. Deze hebben we, maar deze is ook heel erg mooi. Dus je kunt dan. Uh, hierin kijken. Ik laat nu de andere stoffen ook even bekijken. Dit is dan in wol. Maar uh, naast wol hebben wij ook alle soorten cashmere. Dus ik heb hier allemaal stalen en dan kun je uitkiezen: rood, geel, alle typen groen, soorten blauw en bruin, noem maar op, zwart en grijs. Ook hier kun je dus een kleur uitkiezen en dan ga ik je ook opmeten. Ik meet je op voor je schouderbreedte, de mouwlengte, de mouwwijte, hoe lang wil je het vest hebben. Dan gaan we voor de spiegel staan, dan gaan we bepalen wat moet de goede lengte worden. Maar dit is het enige, het enige model, we hebben ook andere modellen. Ik heb hier een modellenboek. Het wordt allemaal in Italië gemaakt. Ik heb hier voor dames verschillende modellen. Even kijken. Je kunt krijgen met ronde hals. Je hebt een, een boothals. Je kunt een kooltrui laten maken. Een mouwloos model. Een V. Dit model, dat is het lange vest wat ik net heb laten zien. En die krijg je dan... Nou, ook, je kunt ook het rood krijgen natuurlijk, maar het is vooral belangrijk om te kijken wat is de schouderbreedte. En hoe is de hele verhouding van het kledingstuk tot jouw lichaam. Nou, en dan hebben we hier allemaal verschillende modellen waar je zelf uit kunt kiezen. De prijzen hebben we erbij gezet. En dan kun je kiezen wat je wil. Kijk, deze is ook heel leuk. Dit is een, een jurkje met een col. Die heb ik hier hangen. Kijk, dat is deze. Heel mooi. En deze kost op maat 5,98 in katoen of in wol. Ook laat ik zien, een vest, dan mag je zelf bepalen wat voor kleur je aan de binnenkant wil hebben en aan de buitenkant. Hij is niet reversible, dat niet, maar je, kunt dat, je moet uiteindelijk wel kiezen. Wil je deze aan de buitenkant? Welke kleur wil je aan de binnenkant hebben? Maar het is wel mogelijk. Om zo'n vest ook op maat te laten maken. En dit is van Kashmir, dat voel je direct heel lekker zacht. Als, wat ook kan, is een combinatie van een uh, jasje en een rokje. Je kunt het ook allemaal los bij elkaar bestellen. Dus je kunt ook zeggen: ik wil een jasje, maar je kunt ook een jasje bestellen met twee rokjes. Bijvoorbeeld één rokje in de kleur van het jasje en een contrast. Bijvoorbeeld zwart-wit is ook heel erg populair om op die manier een kleurensamenstelling te krijgen. Dit is een vestje met ronde hals. Zwart cashmere, maar dat kan ook in wol of in katoen als iemand allergisch is voor wol. Wat ik hier ook heb is een model, een voorbeeld als trenchcoat. Ook als vrouw zijnde kun je zeggen: ik zoek een mooie stof uit. Ik heb hier uh, een pasmodel. We meten jou de maat op. En ik laat nu even stoffen zien. Ik heb hier een aantal stoffen. Je kunt dan kijken voor deze winter. Dit zijn al winterstoffen. En dan kun je zeggen: wat voor model wil je? En dit zijn alle stoffen waar je uit kunt kiezen. Dus ik heb hier allemaal stoffen. En ik heb hier ook allemaal stoffen waar je dus. Verschillende modellen jassen van kan laten maken. Dus dit is een trenchcoat Maar als vrouw zijn als voor dat je heel lang bent, kun je ook zeggen: ik wil graag een mooie regenjas hebben. Dus de regenjassen, kort, lang, wat voor model je ook maar wil, kun je kiezen uit de voering. We kunnen kijken naar een mooie knoop. En dan wordt de jas ook voor je op maat gemaakt. Hier heb ik nog een afbeelding van een dame in een mooi pak. Voor deze mevrouw hebben ik het pak driedelig gemaakt. Alleen we hebben hem afgebeeld tweedelig. Maar deze mate bewaar ik dan van haar. Op het moment dat zij zegt: Ik wil nog een pak erbij hebben, kan ik die zo voor haar bestellen. Want de mate bewaar ik allemaal. Het maakt dus niet uit of je nou heel klein, heel dik, heel dun. of hoe dan ook, wat voor lichaam je ook hebt. Je komt gewoon hier langs. We gaan samen kijken uh, wat je graag wil hebben. In wat voor kleur, in wat voor stof. We kijken natuurlijk ook op. wat heel belangrijk is, hoeveel het kost. En als je denkt van nou dit is wat voor mij, dan gaat de orde naar Italië en dan maken we dit item voor jou op maat. He, dus de pakken, de shirts, alle knitwear, uh, alle mantels, alles maken we op maat. Dus op het moment dat je dat mooi vindt, kom langs en dan help ik jou.